Daniel Heikopen, zesde bij de Kuur op muziek in ook wel een beetje jouw Rotterdam. Je stond de hele tijd eerste. We dachten van, nou, dat gaat lekker. Is het nou een beetje teleurstellend voor jou of niet? Teleurstellend niet. Maar ik had wel gehoopt dat ik een hogere score zou hebben. Ik bedoel, het is altijd een beetje spannend als je als eerste moet of in het begin zit van de groep. Zijn ze toch altijd naar mijn idee iets voorzichtig met punten geven. Ik denk dat ik een hele goede rit had met Ciro. Hij is heel fit. Ik had wel wat foutjes, dat kan ik niet ontkennen. Dus het was niet helemaal vlekkeloos. Alleen, ik had gewoon wel iets hoger verwacht in de punten. Maar Diederik van Silvoud, jouw Nederlandse collega, die ging als ene laatste. Ja. En die was ook ontevreden. Die vond de jurering ook te laag. Ja. Is het nou zo dat iedereen een te lage jurering had? Of had je misschien wel het gevoel dat je een klein beetje gezocht werd? Of iets anders? Nou, ik heb echt geen flauw idee. Ik heb de rest ook niet zien rijden, dus ik kan er ook niet echt over oordelen. Ik was natuurlijk zelf ook aan het rijden en daarna heb ik mijn paard naverzorgd. Dus ik heb de rest niet kunnen zien. Het kan zijn dat de juryleden vandaag gewoon niet voorzichtig waren met punten. Dat heb je wel eens op een wedstrijd. Dus ja. Dan heb je weer met Ciro hier gereden. Vertel eventjes, wat was er met Ciro en hoe ging het nou vandaag? Nou, vandaag ging het dus eigenlijk heel goed. Ik had alleen mijn wissels om de pas en de serie om de twee. Allebei fout, dus dat is gewoon echt heel jammer. Dat kost je gewoon ook wel punten, ook in harmonie, maar ook in de onderdelen zelf. Voor de rest had ik gewoon ook wel heel veel hoogtepunten en hele mooie dingen laten zien. Ik moet zeggen, hij was vandaag relaxter, want donderdag had ik de Grand Prix. Was hij heel nerveus geworden door het weer. We moesten naar een andere baan, doordat er onweer was en flitsen. Dus we moesten eigenlijk naar de binnenbaan om te schuilen. Liep het een kwartier, 20 minuten uit. Nou ja, allemaal gedoe. Dus eigenlijk was ik toen ook niet heel blij met mijn rit, omdat hij toen heel nerveus was en voor mijn gevoel niet zich wilde geven. En eigenlijk te veel spanning opbouwde in de proef. En daardoor had ik ook gewoon fouten. Vandaag was hij naar mijn idee relaxed. Had ik fouten, maar ook hele goede dingen. Daar was ik gewoon zelf heel blij mee. Hoe krijg je een paard relaxed? Heb jij daar ook heb jij daar ook invloed op? Ik heb heel veel geprobeerd. Nee, ja. Het belangrijkste is toch dat je net zoals vandaag gewoon blijft rijden. Niet dat je afwacht en denkt van, oh, als het maar goed komt. Het zijn altijd net zoals dit. Is gewoon deze wedstrijd hier op het CIO Rotterdam is gewoon best wel spannend. Gewoon groot, helemaal hier in de Hovering. Ik ben met Ciro natuurlijk anderhalf jaar eruit geweest. Ik heb Roosendaal gereden, 3 weken terug. En voor de rest heb ik eigenlijk natuurlijk heel lang niet gestart. Dus dan is deze wedstrijd wel best wel pittig, zeg maar. En dan probeer je toch door weer in het ritme te komen, dat je paard je toch weer wat meer gaat vertrouwen, wat meer ervaring opdoet. Dan weer terug in het ritme te komen, dat hij toch weer wat meer ontspannen is. Ja, want er zijn meer mensen zoals jij die zeggen, ja, mijn paard die is zo gespannen, Rotterdam is zo groot, ook veel, ja. Veel insecten hier, ik ga wel met een ander paard rijden. Ja. En ik heb zoiets, joh, merkt een paard dat ook echt en hoe merk jij dat dan als ruiter? Nou, ik moet zeggen, ik had de eerste dag al met mijn tweede paard, die ik hier mee had voor de prijsuitreiking, die dus vandaag wel ook in de prijsuitreiking had, die heb ik weer naar huis laten gaan, want die had een allergische reactie op op een insectenbeet waarschijnlijk. Dus zijn oog opgezwollen, neus opgezwollen, kreeg geen lucht meer door één neusgat. Dat merk je wel. Ja, dus dat was wel even lichtelijke paniek, dus die is weer naar huis gegaan. Maar Ciro daarentegen, die had die avond of die ochtend daarna één kant van zijn nek helemaal vol met muggenbulten. En niet een klein beetje, maar ik denk dat er wel 30 muggenbulten op één kant zaten. Dan moet je voorstellen, als je zelf één muggenbulten hebt, hoe erg dat al irriteert dat het jeukt. Nou, hij barst echt van de jeuk. Hij was alleen maar aan het schuren en aan het doen en aan het rollen. Dus toen begon het eigenlijk al dat hij iets wat geïrriteerd was. Rotterdam is gewoon een supermooie wedstrijd, maar het heeft voor- en nadelen. En dat is wel een nadeeltje natuurlijk. Maar het is niet zo dat jij dan van tevoren tegen het paard gaat zeggen van, joh, rustig aan, alles komt goed, dat je hem op een in gaat praten of zo. Misschien wel met muziek werken, weet ik veel. Je kan heel veel dingen proberen, maar als ze echt een beetje nerveus zijn, dan is het gewoon één manier, maar dat is gewoon toch proberen te rijden. Mm-hmm. En dan hopen dat hij zich toch meer gaat ontspannen naarmate hij hem wat moeier maakt. Ja. Anderhalve maand Rio ongeveer. Hoe groot is de kans dat we jou daar gaan zien in Brazilië? Nou, er bestaat zeker natuurlijk een kans. Ik bedoel, het Nederlands kampioenschap is over 3 weken in Ermelo. Daar moet iedereen ook nog uiteindelijk goed rijden. Ik denk dat ik me hier aan de ene kant heel goed heb laten zien. Aan de andere kant, ik heb ook nog steekjes laten vallen in die zin. Ik heb fouten gemaakt. Ze weten dat hij nu heel fit is. Ik bedoel, ze weten ook als ik er ben, dan is hij er ook, zeg maar, als ik hem helemaal in vorm heb. Er zijn meer mensen, dus het is gewoon eventjes afwachten, denk hoe iedereen op het Nederlands kampioenschap rijdt. Vandaag was natuurlijk Edward er niet. Die is ook grote kans hebben nog voor Rio. Aan de andere kant, hij moet zich ook natuurlijk nog op het NK wel weer gaan bewijzen. En zo zijn er natuurlijk nog wel meer mensen die gewoon ook goed moeten presteren op het NK. Je hebt er niks aan, maar ik heb wel het idee dat jij een van de jongeren bent. Dus jouw tijd komt ook nog wel. Nou, daar ben ik blij om zo'n compliment. Nee, ja, klopt. Ik ben wel inderdaad een van de jongeren. Diederik is nog iets jonger dan ik. Maar goed, de rest zijn inderdaad wat ouder. Een jonge vlam, die wil iedereen erbij toch hebben? Ja, lijkt mij ook. Ik zou het doorgeven. Hij kijkt altijd hoor. Iedereen kijkt naar TV Rijnmond, dus de bondscoach ook. Oh, gelukkig, goed zo. Dat is goed om te horen.